Is het. In het vorige deel gingen we de Grotta Unicorno. Wat? Waarom is het opeens in freaking... Oh, heerlijk. Ik heb weer op de verkeerde knop gedrukt, of niet? Oké, dit is leuk. Oké, waarom is het opeens... Oké. Ah, oké. Oké, what the fuck was dat nou weer? Ik vond de touw even en hij gaat weer naar fucking... Naar lagstand. What the fuck was dat? Kan ik wel op de map? Ja. Ja, dit is wel het vervelende in alle... Ja, dit is ook eigenlijk de reden. Ja, ik moet wel eigenlijk wel gaan zeggen wat ik wil zeggen. Dat niet zoveel zelden komt, want heel vaak loopt het spel vast en dan moet ik opnieuw gaan beginnen. En omdat ik heel vaak dingen meteen opneem in hele grote stukken, mag ik ook weer hele grote stukken opnieuw doen. Is zeer leuk. En is ook zeer goed voor mijn frustraties. Laat ik het zo maar even zeggen. Oké. En we gaan hier langs. En we gaan daar langs. En we gaan omhoog. Oké. Jij bent gemeen. Ik mag jou niet. Huppakee. Nou, hier hebben we niks te doen. Ja, zal ik een beetje doorspoelen, maar... Ik heb op het moment heb ik niet zoveel te doen. Ook echt veel zeggen heb ik ook niet. Ja, ik heb mijn examens achter de rug, dus dat scheelt. Dus ik heb nou lekker vakantie, heerlijk. Nu alleen wachten tot ik... tot het telefoontje. Dat ik doorkrijg dat ik geslaagd ben. Dat is eigenlijk nog het enige wat nog gebeurd moet worden. En wij hebben hier een baas. Oh, heerlijk. Heerlijk. Nou, deze baas is zeer leuk, omdat hij tegeltje is van Winnie de Pooh. Alleen met spijkers, stekels en scherpe tanden. Ah, oké, wat wil je doen? Die kant op. Dan gaan we hier naartoe. Wow. Hij volgt me niet. Tijgertje, foei. Ja, oké. Ja. Hoppakee, zo doen we dat. Oh! Oh! Dat was niet de bedoeling. Dat was zeker niet de bedoeling. Ik heb wat meer levens nodig. Oké. Hoppakee. 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 Zoveel hartjes meteen, dat vind ik zeer aardig van het spel. Het spel is eindelijk aardig tegen mij aan het doen. En nu opeens die dingen niet meer. Ah, heerlijk. Dat gaat allemaal levens. Yippie. Oké. Tijgertje, daar ben ik weer. Heb je me gemist? Ik heb jou niet gemist, joh, opeens. Wow. Oké. Nee. Ja. Oké. Wat wil je doen? Oké. Hij heeft 4 of 5 avalspatronen. Hij heeft daaromheen. Hij heeft gewoon een beetje heen en weer. Hij heeft op en neer zoals deze. Oh nee, in een vierkant. Die doet hij. Welke heeft nog meer? Deze, dat hij gewoon alleen horizontaal gaat. Of verticaal, mijn fout. Deze gaat je gewoon echt achterna. Mijn minst favoriete. Oké. En hoppakee, we hebben hem nou al verslagen. Je moet soms ook echt gewoon geluk hebben met hem. Oké, dan moest ik ook weer langs. Ik ga eerst naar rechts. Kijk wat hier te doen is. Hoppakee. Mag ik daar wel op gaan staan? Yippie.
Yo, 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 yo. Yippie, ik ga al dood. Ah, heerlijk. Mijn favoriete monsters van dit hele spel. Echt niet. Deze gast is zo vervelend. Huppakee. Oké. Nee. Nee. Ah, kom op. Blijf even stilstaan, man. En ik moet ze ook verslaan. Dat vind ik heel vervelend. Huppakee. Ja, het ding heb ik nog aanstaan. Dat is dus fijn. Hier naartoe sturen. Huppakee. En dat is ook het enige nut van deze kamer. Nou. Wel fijn is deze dingetjes. Want die geven altijd zo'n veetje. Huppakee. Hierin. Moet ik hier maar naartoe? We zullen wel even zien. Ja. Oké. We moeten hier wel naartoe, maar ik ben even aan het nadenken. Er zijn... Ah, ik moet die kistjes ook nog pakken, want ik mis zometeen nog een sleutel. Fijn. Oké, nu hebben we de baassleutel, dus dat scheelt. Oké. Eigenlijk kan ik net zo goed doodgaan, huppakee. Scheelt wat meer tijd. Nou, eigenlijk niet, maar ja. Oké, hierdoor. En kan ik die dingen pletten? Ja, alleen het duurt lang. Waar duurt die niet lang? Oh, is hier een item? Oh, kijk een straal overheen, dat is niet slim. Roepies. Ja, alsof ik dat echt nodig heb. Roepies, kom op. Oké. Volgens mij waren dit dodongo's, hè? Je kills op dezelfde manier als in Ocarina of Time. Gewoon in de kont. Oké, dat is het laatste beestje. Ah, heerlijk. Oké, hoe killde deze gast ook alweer? Oh, je met een boemerang. Ja, voor mij heb ik het ook eerder gedaan. Is deel terug, maar... Ik heb al gezegd waarom sommige dingen opnieuw moeten gedaan worden. En na een tijdje weet ik ook niet meer wat wel is gedaan en wat niet. En dat vind ik wel jammer. Nou ja. Oké. Arrobeesten. Ja, voor mij heb ik dit al eerder gedaan. Ah, ik voel echt een herhaling. Oké. Ik weet het goed gemaakt. Ik zet de video op pauze. Ik ga dit een paar keer doen. En als ik alles heb, dan kom ik weer bij jullie terug. Dus tot zo. Oké, daar was ik weer. We hebben de sleutel en dan kunnen we weer verder. En nou. Het gaat allemaal weer zo lekker. Ik ga bijna dood alweer. Nou, huppakee. Oké, nemen we hier de deur. Oké. Zo doen we dat. Zo doen we dat. Even wachten. En hierin. Nou, nu even dit doen. Even wachten. En heb ik. Omhoog. Even een klein sprongetje maken. En... We zijn hier. We zijn er. Oké. Magnetische handschoen. Magnetische handschoen weer. Handschoen weer. En erin. En dit is de baas van de Unicorn Cave. Dit is een van mijn minst favorieten.
Een reden is, het is een mol. En de andere reden is de manier hoe je moet killen. Zeer vervelend. Oké. Oké, en nu mag je deze gastjes killen en dat vind ik altijd pokkenwerk. En dan mag je het weer herhalen. Echt. Ik vind het geen leuke baas. En hoe ik dit altijd doe, is gewoon een beetje heen en weer spammen. Oké. Blijf staan. Ah shit, sorry. Kom op, kom op. Zo doen we dat. Je kan het ook gewoon gebruiken als schild, omdat hij dat ding zo vaak mogelijk ontwijkt. Alleen, dat kan soms nog vervelend zijn voor jou, als hij dat doet. Oké. Nee, dat is niet de bedoeling. Leuk, ik heb volgens mij nog niets geraakt. Kom op. Ga alsjeblieft in één keer dood. Ik heb geen zin om dit 600 keer te doen. Voordat ik hem eindelijk kan raken. Oké. Dank u. Oké. Ja. Nee, ik wil alleen het hartje. Oké. Kom op. Ah, heerlijk. Hé, je raakt dat ding aan. Dus wat is het probleem? Oké. Kom in de buurt van het ding. Dank u. Ja. Oké, stomme gremlin, sta eens even stil. Oké. Oké, ja. Even nakijken. Nee, ik heb dat magische drankje heb ik niet meer. Dat vind ik jammer. Nee. Shit. Gangbang. Ah, shit, sorry. Nou jongens, we zitten weer aan ons limiet. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Vergeet niet om een reactie of een like achter te laten. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!